Welkom bij Sesamstraat. Hier kun je spelen met al je vriendjes uit Sesamstraat. Sesamstraat, vriendje. Elmo, zo blij om jou te zien. Eén, twee, drie. Eén, twee, drie, vier, vijf. Elmo wil cadeautje van jou. Elmo wil vier dingen in zijn cadeautje. Ja! Nu mag Elmo zijn cadeautje openmaken. Een tol 1. Een bord 2. Een drankje 3. Een mandje 4. Dat zijn 4 dingen. Oh, je hebt Elmo 4 dingen gegeven. Joepie! Elmo heeft precies het cadeautje gekregen dat hij wilde hebben. Elmo hoopt dat hij weer snel een cadeautje van jou krijgt. Elmo hoopt dat je het leuk vindt in het kasteel van Graaf Tel. Maar Elmo hoopt ook dat je straks weer terugkomt om met Elmo te spelen. Gegroet, mijn kleine vriend. Welkom in mijn kasteel. Eens even. 1, 2, 3, 4 fantastische vriendjes die jij kan bellen. Hey. Dit is de moppenlijn van Bert en Ernie. En dit is Bert met een hele goede mop. Nou, eventjes. Hoe vang je een vis? Oh, Ernie, dit is echt heel grappig. Geef je het al op? Geef je het op? Zal ik het er maar vertellen? Hoe je een vis vangt? Let op. Met een hengel. Ernie,
Annie, je lacht niet. Dit was een mop. Je had moeten lachen. Oh, Annie, ik zei toch dat ik geen moppen kan vertellen. Nou ja, samen lachen is leuk. Dag. Hoi, je spreekt met de supercijferlijn van neef Jan. Het cijfer van de dag is 6. Je hoort het goed, 6 is het supercijfer van vandaag. Dus als iemand je vraagt hoeveel 3 plus 3 is, zeg je gewoon 6. Dan zijn ze zeker onder de indruk. Tot ziens! Hallo, Elmo kan nou niet praten. Hij heeft het veel te druk met op en neer springen. Spring jij ook maar op en neer. Jeeha, hiha, hiha. Eén, twee, drie. Graaf Houtlokje en de 3 beren. Er waren eens 3 beren die in een bos woonden. Mama beer, papa beer en kleine beer. Deze berenfamilie was helemaal gelukkig. Niemand viel de beren ooit lastig en niemand stelde ze rare vragen. De berenfamilie was hier heel erg blij om. Maar op zekere dag besloten ze te gaan picknicken. Dus maakte papa beer wat broodjes honing voor het uitstapje. Net toen ze op het punt stonden om het huis te verlaten, stond er opeens iemand voor de deur. Je raadt het al, graaf Goudlokje. Graaf Goudlokje was een jongetje dat zoveel gouden krullen had, dat zelfs hij ze niet kon tellen. Hij had het wel geprobeerd. Zodra hij de 3 beren zag, zei hij... Aha, kijk, dat is... 1 bruine beer, en dat zijn 2 bruine beren, en dat zijn 3 bruine beren. Papa beer keek mama beer aan en vroeg... Ken jij deze figuur? Ik heb hem nog nooit van mijn leven gezien, zei mama beer. Toen vroeg kleine beer... Gaan we soms niet meer picknicken? Picknicken? Ik ben dol op picknicken, riep graaf Goudlokje uit. En kijk, jullie hebben allemaal een picknickmandje. Dat is 1 picknickmandje, dat zijn 2 picknickmandjes en dat zijn 3 picknickmandjes. Maar toen zag graaf Goudlokje de stoeltjes van de 3 beren. Hij was zo opgewonden dat hij zich niet kon beheersen. Dat is 1 stoeltje, riep graaf Goudlokje uit. Dat zijn 2 stoeltjes. Dat zijn 3 heerlijke houten stoeltjes. Waarom hebben jullie 3 houten stoeltjes? Nu werden de 3 beren een beetje boos. Ze hadden behoorlijk honger gekregen omdat ze al een tijdje werden opgehouden door graaf Goudlokje. Ze wisten ook niet goed wat ze precies met hem moesten doen. O, kijk, zei graaf Goudlokje. Wat lief. Dat is 1 berenbed. Dat zijn 2 berenbedden. Dat zijn 3 berenbedden. Waarom hebben jullie 3 berenbedden? De beren keken elkaar aan en wisten niet wat ze moesten zeggen. Plotseling riep kleine beer... Ik snap het al! We hebben 3 picknickmandjes en we hebben 3 houten stoeltjes en we hebben 3 berenbedden, omdat we met z'n 3 zijn. Wij zijn de 3 beren! Wauw!
Papa en mama beer waren het hiermee eens. Ze waren natuurlijk erg blij dat kleine beer de vraag van graaf Goudlokje had beantwoord. Maar het was eigenlijk nog leuker dat ze nu eindelijk konden gaan picknicken. Het einde. Groet, mijn kleine vriend. Het is tijd om het Ik weet je cijferspel te spelen. Oké, mijn voortreffelijke vleermuizen. Verstop je snel achter een van deze schitterende cijfers. Abra, kadabra. De vleermuizen hebben zich verstopt achter een cijfer. Luister naar mijn aanwijzing. Ernie heeft 4 krijtjes. Bert heeft 2 krijtjes. Hoeveel krijtjes hebben Bert en Ernie samen? Hoera! Ha, ha, ha! Jij hebt mijn vleermuizen gevonden. Goed gedaan. Mijn vleermuizen hadden zich verstopt achter het sublieme cijfer 6. Samen hebben Bert en Ernie 6 prachtige krijtjes. Laten we snel weer eens spelen. Tot ziens, voorlopig. Ik zal die minuten tellen totdat ik je weer zie. Hoi, Elmo vindt het leuk om met Graaf te spelen. Elmo vindt Graaf zo grappig. Joepie, je gaat met Bert en Ernie spelen. Oh, Ernie laat Bert graag spelletjes doen. Hey Bert, kijk eens wie er is. Oh, hoi. Dit is fantastisch. Met deze telefoon kunnen we neef Jan opbellen. Of Graaf Til, of Elmo. Wie zullen we bellen? Tring, tring. Elmo vindt het leuk als de telefoon rinkelt. Bel je snel terug, zodat Elmo de telefoon weer kan horen rinkelen. Hallo, met de graaf. Ik ben op het moment niet thuis. Spreek alsjeblieft een bericht in. Of 2 berichten. Of 3 berichten. Oh, ik kan haast niet wachten om thuis te komen en je berichten te tellen. Hallo? Oh, hoi! Ik was net mijn lievelingsspelletje aan het doen.
achterstevoren tellen. Luister. 5, 4, 3, 2, 1. Niet gek, hè? Dit zijn dezelfde cijfers, maar nu tel ik gewoon vooruit. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, ik moet er weer vandoor, hoor. Ik moet ook nog uitzoeken hoe ik ondersteboven moet tellen. Ernie, Graaf Tel en de drie kleine biggetjes. Ooit, nog niet zo lang geleden, ontmoette Ernie de drie kleine biggetjes. Je kent ze wel, van al dat nare gedoe met de grote boze wolf. Nou, Ernie en de biggetjes werden dus zulke goede vrienden dat de biggetjes Ernie uitnodigden om bij ze op bezoek te komen. Dus op zekere dag besloot Ernie om bij zijn vriendjes op bezoek te gaan. Op weg naar hun huis kwam hij Graaf Tel tegen die langs de weg voorbijgangers stond te tellen. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ernie, waar ga jij naartoe? Vroeg de graaf. Ik ga een bezoekje brengen aan mijn goede vrienden. De drie kleine biggetjes. Antwoordde Ernie. De drie kleine biggetjes? Die heb ik altijd aan willen tellen. Zei de graaf die erg enthousiast werd. Mag ik ook mee? Omdat Ernie niet onbeleefd wilde zijn, nodigde hij de graaf uit om met hem mee te gaan. Toen ze bij het huisje van de drie kleine biggetjes aangekomen waren, klopte Ernie op de deur. Dat was 1 keer kloppen, zei de graaf toen Ernie de eerste keer op de deur klopte. Dat was 2 keer kloppen, zei de graaf toen Ernie de 2e keer op de deur klopte. Ernie wilde de graaf net vragen om te stoppen met tellen, toen de deur plotseling openging. Daar stonden de drie kleine biggetjes op een rij. Ze waren erg blij om Ernie te zien. Maar voordat ze 1 woord konden zeggen, klonk de stem van de graaf. Dat is 1 biggetje, zei de graaf. Dat zijn 2 biggetjes. Wie is deze snuiter? Vroeg een van de biggetjes. Gewoon een vriend, antwoordde Ernie. Dat zijn 3 kleine biggetjes, ging de graaf verder. Maar waarom telt hij ons? Vroeg een ander biggetje. Hij is dol op tellen, antwoordde Ernie. Tellen is mijn leven, vulde de graaf aan. Nou, ik haat het om geteld te worden, riep het 3e biggetje. En de andere biggetjes vielen hem piepend bij. Ik wil jullie niet lastig vallen, zei Ernie, die weer weg wilde gaan. Oh, begrijp ons niet verkeerd. We vinden het leuk dat jij er bent, zei het 1e biggetje. En het is geweldig dat je juist nu langskomt, omdat we net onze jaarlijkse familiebijeenkomst gaan vieren. Oh nee, je bedoelt toch niet dat jullie hele vergetjesfamilie er is? Vroeg Ernie. Jawel, zei een van de biggetjes. Hij deed de deur wat verder open en een hele kamer vol met biggetjes kwam tevoorschijn. Kijk, Ernie, riep de graaf uit. Ik ben zo gelukkig. Kijk eens naar al die kleine varkentjes. Graaf, doe dat nou niet. Alsjeblieft, graaf. Dat is 1 klein biggetje. Begon de graaf die zich niet stoorde aan Ernie's smeekbeden. Dat zijn 2 kleine biggetjes. Ging hij verder. Dat zijn 3 kleine varkentjes. 4 kleine varkentjes. Al snel stond de graaf midden in de kamer omringd door varkentjes. 9 kleine varkentjes. Zei Ernie. Die nog steeds voor de deur stond. Hé, misschien moest ik maar eens even bij de 7 dwergen langs gaan. Eens kijken wat daar te beleven valt. Het einde.
Die vonkjes kietelen. Fantastisch! Je wilt paperclipverstoppertje spelen met mij en Bert? Oh ja, paperclips. Oh, nou Erdie, ik heb een hele interessante paperclipverzameling. Heel goed, Bert. Daarom heb ik jouw paperclips door de hele kamer verstopt. Wat? Je hoeft ze alleen nog maar te vinden. Oh nee, mijn paperclips, Erdie, waar heb je ze verstopt? Och, ik ben helemaal niet goed in spelletjes. Nou, je hoort het wel. Volgens mij heeft mijn oude makker Bert jouw hulp nodig om zoveel mogelijk van zijn paperclipsjes terug te vinden. Dat kun je wel zeggen. Let op. Dit moet je doen. Je krijgt 3 kansen om zoveel mogelijk paperclips te vinden. Ik heb paperclip verstopt achter alles dat kan praten en alles waar muziek uitkomt en alles dat rood is. De accordeon van Bert. Hij is rood. Er komt ook muziek uit. Dus je krijgt 2 paperclips. Heel goed. Maar nu is het tijd om het ergens anders te proberen. Er zijn nog steeds een heleboel paperclips verstopt in de kamer. De radio! Hey Pret. Hij is ook rood. En weet je wat nog meer? Er komt ook muziek uit. Oei, goed gekozen. Je krijgt 3 paperclips. En nu krijg je nog een laatste kans om de paperclips van Bert te vinden. Ga je gang en kies een plek uit om te zoeken. De brandweerwagen. Hij is rood. En dat betekent dat je 1 paperclip krijgt. Ga zo door. Nou, dat was het. Dat was je 3e poging. Hebben we het goed gedaan, Bert? 6 paperclips. Oh, dankjewel. Zijn ze niet prachtig, Ernie? Ja. Ik kan haast niet wachten om er een ketting van te maken. Oeh, Bert, je hebt altijd zulke spannende ideeën. Hoe dan ook, bedankt dat je met mij en Bert hebt gespeeld. Ja. We vonden het erg leuk. Laten we de paperclip van Bert gauw weer eens verstoppen. Goed, Bert? Hé, Ernie. Zeg maar dag, Bernies. Zeg maar dag, Eentje. Tot ziens. Tot ziens. Dag. Ja, Elmo, zo blij dat je er weer bent. Wat voor spelletje wil je doen? Elmo weet zeker dat neef Jan blij is dat je komt. Kom je straks ook weer met Elmo spelen? Dag. Hoi, ik ben zo blij dat je bij me op bezoek komt. Kleine prinses neef Jan. Prinses neef Jan zat op een pan. Ze at al haar zangzaad en smulde ervan. Toen kwam Oscar erbij en hij zei... Heb je niet wat te drinken voor mij? Prinses neef Jan stond toen op van haar pan en wierp eens een blik in de kast. Iets om te drinken, dat heb ik niet, maar kaas of worst lus je vast. Ik heb zo'n dorst. Ik hoef geen worst. Zei Oscar met een heftig gebaar. Maar ik heb liever iets dan helemaal niets. Dus doe mij die kaas dan toch maar. Ze dekten de tafel. Maar de prinses brak haar snavel toen ze struikelde over een dop. Met een geweldige zwaai en erg veel lawaai kreeg Oscar de kaas op zijn kop. Het einde.
Hallo, neef Jan. Wie wil je opbellen? Ernie en Bert? Of de graaf? Of Elmo? Tring, tring. Elmo vindt het leuk als de telefoon rinkelt. Bel je snel terug, zodat Elmo de telefoon weer kan horen rinkelen? Jonge, jonge, jij hebt geluk vandaag. We gaan een hier en daar spel spelen. Toen jij even niet oplette, heb ik mijn zak met zangzaad verstopt achter een voorwerp in mijn nest. Als jij het zangzaad kunt vinden, heb je gewonnen. Het is heel makkelijk. Als jij met de ster door mijn nest beweegt, zal ik je vertellen of het zangzaad hier of juist daar ligt. Als je denkt dat je de plek hebt gevonden waar het zangzaad ligt verstopt, sleep je je ster er naartoe en druk je op de knop. Oké, ga maar op zoek. Het zangzaad ligt helemaal daar, ver weg. Het zangzaad ligt hier heel, heel dichtbij. Je bent hier heel dicht bij het zangzaad. Je bent hier nogal dicht bij het zangzaad. Je bent hier nogal dicht bij het zangzaad. Je bent hier heel dicht bij het zangzaad. Het zangzaad ligt hier heel, heel dichtbij. Jippie, mijn zangzaad! Het lag achter mijn bellenblaas. Je hebt gewonnen! Je hebt de plek gevonden waar ik mijn zangzaad had verstopt. Je hebt echt goed naar mijn aanwijzingen geluisterd. Oh, ga je nu al weg? Nou, toch bedankt voor het spelen. Hoi, was het leuk, mijn neef Jan? Eén, twee, drie. Eén, twee, drie, vier, vijf. Joepie! Haha, joepie! Oh, wil je stoppen met spelen, Sesamstraat? Druk nog maar een keer op knop om afscheid te nemen van Elmo. Elmo wil er nu ook mee stoppen. Elmo vond het leuk om met je te spelen. Tot ziens. Tot ziens. Leuk dat je er was. En kom snel weer eens bij ons langs in Sesamstraat.